Hoi allemaal, welkom bij de videovlog van week 2. Ik denk dat jullie al weten waar het thema over gaat deze week aan mijn haar te zien. Ik heb het echt super naar mijn zin gehad deze week. Er heb ik wel wat strubbelingen gehad met het aanpassen van de patronen van deze week. Want ik heb dit patroon gebruikt. Top 25 uit knip 3 2016. Ik heb wel wat dingen veranderd, want ik vond het niet mooi zoals het gedaan is op het plaatje. Ze hebben elastische bijband gebruikt in het voorbeeld. Nou vind ik elastische bijband eigenlijk meer iets voor kinderen. En zelfs dan vind ik het eigenlijk nog steeds niet heel erg mooi. Dus ik heb ervoor gekozen omdat het deelnaden heeft om het middenstuk volledig te voeren en de mouwen gewoon om te zoomen. Nou hadden ze hier in het voorbeeld ook de elastische bijband gebruikt in de deelnaden van het shirt. Ik heb het geprobeerd. Ik vond het niet mooi, want het ging bobbelen. Of ik kreeg het in ieder geval niet goed. Dus ik heb, toen kreeg ik ineens een geniaal idee. Want wat is nou meer vintage als roezeltjes? Dus ik heb roezeltjes tussen de deelnaden gestikt, helemaal van voor naar achter. En eigenlijk vond ik dat resultaat wel echt super vintage. Ik ben er heel erg tevreden mee. En ik ga deze set die ik nu gemaakt heb ook zeker vaker dragen. Als patroon voor de rok heb ik mijn eigen patroon gemaakt. Want ik heb een cirkelrok gemaakt met een verhoogde taille. Ik ga jullie zo meteen laten zien hoe je zelf makkelijk je cirkelrok kan tekenen. Of zelfs een cirkelrok kan zetten aan een bovenlijfje uit bijvoorbeeld een jurkje van de knip. Kan je heel makkelijk zelf een cirkelrok voor tekenen. Deze week wel wat strubbelingen gehad met mijn overrokmachine. Wat je niet moet doen is naalden in je roesjes laten zitten. Ik dacht dat ik ze allemaal had gehad. Helaas heb ik toch een naald geraakt. Ja, met het resultaat dat je overlockmessen het niet meer doen. Er zitten hapertjes in en hij snijdt haar gewoon niet meer af. Dus die moeten we maar even nieuw gaan kopen voor volgende week. Ik ga jullie nu uitleggen hoe je zelf een cirkelrok kunt tekenen. Je begint, ik doe het nu natuurlijk in het klein, want ik heb geen groot vel patroonpapier wat helemaal in de camera past. Dus je zal het aan moeten passen op je eigen maat, maar dat ga ik zo uitleggen. Je tekent eerst een haakse lijn van 90 graden met je driehoek. Met je geodriehoek. Het is handig als je een grote geodriehoek hebt voor het maken van een groot patroon. In dit geval doe ik het even klein. Van A naar in dit geval B, die zal ergens hier zitten ongeveer, is 1/6 taljewijte min 0,5 centimeter. Dus het is gewoon 1/6 van je gemeten talje. Min 0,5 centimeter. Laten we zeggen dat het ongeveer hier is. Van B naar zeg maar E is je lengte van je rok. Dus hoe lang wil je hem hebben? Wil je hem 40 centimeter, 70 centimeter, 100 centimeter, ik noem maar wat. Dit is dus de lengte van de rok. Nou, hetzelfde meet je hieruit. Zal ik maar zeggen dat dit B dan is. Dan meet je vanuit dit punt overal netjes dezelfde aantal centimeter. Waardoor je dus je rok af kunt meten. Dit doe je ook met de lengtemaat. Dan doe je vanuit hier allemaal netjes dezelfde lengte meten. En zo krijg je dus uiteindelijk je cirkelpatroon. Deze leg je op de stofvuil, dus midden voor. En dat is altijd recht van draad. En dus zo simpel is het eigenlijk. Mocht je nou een cirkelrok willen maken aan een bestaand bovenstukje van een ander patroon, dan meet je de breedte op van het voorpand en de breedte op van het achterpand. Deze tel je bij elkaar op en dat is in dit geval dus je taljewijdte. En dan kun je dus hetzelfde principe aanhouden, alleen hou je dan je gemeten maten van het patroon aan als taljewijdte zijnde. Dit was de videovlog voor week 2. Ik hoop dat jullie uitkijken naar de resultaten en dat jullie wat hebben opgestoken van deze videovlog. En dat jullie volgende week weer kijken natuurlijk. Tot volgende week!